Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven ons land en er blijft nog eens veel bewolking aangevoerd. Dus vanavond en vannacht blijft het geheel bewolkt en van tijd tot tijd valt er ook regen of motregen. Maar in de loop van de avond wordt het van het oosten uit droger en vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wat lichte regen of motregen vallen en de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. De wind zwakt af. Bovenland staat er een zwakke tot matige wind vanuit het noorden tot oosten. Morgen overdag zien we ook veel wolken. De dag begint met overwegend droge condities, maar vanuit het zuidoosten trekt opnieuw een zone met neerslag over het land. En ook vrijdag en zaterdag hebben we te maken met veel wolken en van tijd tot tijd ook regenachtige condities. En het wordt niet warmer dan 9 tot 11 graden. Pas op zondag lijkt het weer te verbeteren, zien we eindelijk de zon weer is en blijft het vaker droog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.